Kidman? Oh my god, man. Casualties. Chapter 13. Kidman! Dat is maar natuurlijk een ongeluksgetal. We staan in een horrorgame. Chapter 13. 13 van de 15 trouwens. Het is aflevering 21. We gaan hier verder waar we de vorige part zijn geëindigd. Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. Van gaan genieten. De support even showen door een like te droppen. En laten we van start gaan in dit epische spel. Op zoek naar het einde. Zaklampje erbij. Ik kan nog die kant op om wat spulletjes te pakken. Dus dat ben ik ook van plan. Wat is dit nou weer? Brain Energy. Maar wat, check dit logo. Die I. Dit is fucking creepy. Dit zijn letterlijk die spijkertjes die constant de breintjes ingingen in die rare experimentmachines. Ik herken allemaal rare referenties en Easter eggs, joh. Veel te naar. Kan het niet eens kapot? Kom op nou. Dit ook niet? Nee. Ik wil items verzamelen, man. Kijk hoe kut dit eruit ziet ook. Ugh. Och, och. Kind reminder. Het is een hotel geweest. Het ziet er heel erg uit alsof ik hierheen moet. Ja hoor, kan dat opeens wel kapot? Meen je dit nou? Met hoe heet dat ook alweer? Prikkeldraad. Prikkeldraad! Dank je, ik kon niet op het woord komen. Ik zat met stekel in mijn hoofd. Dat klopt toch niet? Stekeldraad. Prikkeldraad. Waarom zit er prikkeldraad aan de badkamerdeur? Wat is dit nou weer? Nou goed, laten we even omlopen om terug te gaan naar Joseph. Anders heb ik het idee dat ik de dingen oversla in het spel. We won't know unless we get down there. If you're down there, hang on. We're coming. Oh joh, dit is gewoon waar die bus keihard doorheen is geknald. Is die keihard doorheen geknald? Toen hing ze nog aan het gebouw, maar blijkbaar is die bus toch wel naar beneden gevallen. Nou ja, daar heb ik net wat uitgecheckt. Hier kunnen we nog een document oppakken. Oh, wow, holy shit. Veel te kut lijkt me het ook, dat overal waar je loopt, dat daar gewoon documenten worden gevonden van jou. Oké, ik sta gewoon hier. Zij is niet achter me of zo. What is going on here? Wat dan? Oh, zij is er ook niet. Oké. Oh, daar is ze. It's been a while since your last visit. Valt wel mee hoor, doe even normaal. Kutwijf. Ik zat zelfs een beetje met ingetrokken gevoelens. In ieder geval een beetje laid back, zat ik te kijken naar wat ze nou weer ging zeggen. Wat er nou weer ging gebeuren, zoiets. Ik heb geen sleutels, wat doe ik hier dan? Beetje upgraden wellicht. Ja, dat zaklampje kan ook wel uit. Misschien kan ik hier iets van oppakken. Inderdaad. Hier is niks missing. Kijk wat dit aangeeft. Ik weet ook niet hoeveel upgrade spul ik heb. We zijn deze chapter 13 gestart, maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb 3850. Valt enorm mee. Kan ik volgens mij vrijwel niets mee. Misschien een beetje de boogcapacity upgrade ofzo. Nou, zo dan. Klaar.
Oké, laten we naar beneden gaan. Shotgun erbij. Oh shit. Wat? Oké, gezellig dit. What the fuck is dit? Is that acid? Oké. Godverdamme. Er ligt gewoon zuur op de grond, hè? Zoutzuur. Oh my god! Wat is dat voor schilderij? Waarom wil je dat in je huis hangen? Overal prikkeldraad. What the fuck? Wow, hier schrok ik zo hard van, hè? Van Sebastian. Oh, kutlul. Jesus. What could cause this much damage? Is that a subway sticking out of the ground? Yeah, but look how it's positioned. If we can get over there, we might be able to use it to get across. Let's just concentrate on getting out of here. Oké, ja, laten we dat proberen. We moeten dan zeg maar via die subway naar het enige overeind staande gebouw gaan, namelijk het ziekenhuis. Dat is het enige gebouw dat geen schade heeft, letterlijk, omdat dat de oorzaak is. Dat is natuurlijk waar die Rufik gewoon is. Oké, nice. What the fuck? Ja joh, ben ik weer opgesplit. No, don't risk it. Hold on. I think I see another way down. I'll meet you on a lower level. Ja joh. Altijd hetzelfde liedje. Ik ben weer opgesplitst, oftewel ik ben weer alleen. Oh man. Shotgun erbij. First Kidman, now. Wat de hel hoor ik? Nee! What the fuck doet hij? Oh my god, waarom is hij hier? Show Denzel, Mr. Poopy Butthole praat tegen me. Hoe is het? Ja, goed man. Ik heb alleen ook nog eens in mijn Steam profiel staan. Denaden wil spelen. Zie je dat? Denaden wil spelen linksbovenin. Ik ben niet boos op je hoor. Ik ben niet boos. Ik ga alleen niet met je praten nu. Sorry, want ik zit in opname. Pak het op. Wat een walgelijke aflevering. Ik wil helemaal niet met die enemy te maken hebben. Nou snap ik ook al het prikkeldraad en shit. Die guy heet ook gewoon Mr. Poopy Butthole. Zal hij er doorheen lopen? Ja, what a fucking nerd.
Het maakt natuurlijk wel echt allemaal geluid en zo, hè. Oh my god. Het feit dat je kan verstoppen. Kijk, dat was duizend. Mooi. Oké, het feit dat je daarin kan, hè. Dat zegt genoeg over die enge guy. Kan ik dit tot me nemen, ja. Dit nou, dat is die super engers, joh. Yo, what the hell? Wat een rare chapter. Hoe erg kan de hel losbreken, joh? Weer matches, dat is wel perfect. Oh joh, ik wil dit spel helemaal niet spelen, joh. Dat is zo raar, want eigenlijk wil ik zo graag verder, hè. En altijd als ik het speel, speel ik het met zulke dubbele gevoelens. Hier kan ik ook weer schuilen. Awesome. Hoi! Jeetje, wat is dit voor doolhof van gebouwen? Auw. Oh my god. Alsjeblieft. Alsjeblieft, heb me niet door. Stop it, man! Stop it, man! Helemaal gek van dit spel. Ik heb niet eens meer health over. Wow! Hallo! Out of ammo?
Verdomme, dit gaat echt bad. Gelukkig heb ik hier held. Je ziet het, hè? Het gaat best wel paniekerig. Ik heb bijna geen ammo meer. Hier heb ik gewoon geen ammo meer voor. Heeft die andere shotgun ammo? Ja, die heeft toevallig twee shells. Hoeveel enemies wil je hier hebben, joh? Fucking zoutzuur, joh. Misschien werkt dit, jongens. Oh my god, what the fuck was dat? What the fuck, die gast loopt door zijn eigen zoutzuur heen en er is opeens niks meer aan de hand. Ik schrok serieus best wel erg van die gast dat hij opeens opstond. Oké, top. Ja, ik krijg sowieso straks te maken met die enge gast weer, die rare eindbaas. Ik dacht dat ik er eindelijk klaar mee zou zijn, maar nee hoor. De engertjes, they everywhere, man. Hey, nog meer. Oh, hij het held. Perfect. Yo, wat is dit? Zou ik daarheen moeten? Ik zie daar wel echt gekke upgrade jellies. Oh, kijk, kluis. Die kluis. Wat betekent dat die daar sowieso is? Oké, voordat ik daarheen ga. Waar gaat dit allemaal heen? Ook weer net goed hoor. Kantje fucking boord. Helemaal vol traps hier, hè. Oké, de key valt naar beneden. Dus straks als ik in die kamer ben, moet ik sowieso die key oppakken. Hier kan ik niet heen, want traps. Ik kan opeens allemaal bolts aanmaken, joh. Maar ik heb een beetje tekort aan shotgun ammo, merk ik. Zie je, ik heb echt daar een zwaar tekort aan.
sowieso een tekort aan ammo, merk ik. Dus het lijkt me verstandig als ik freeze bolts ga aanmaken. Zo, ja, ja, dat is best wel verstandig, denk ik. En dan hebben we nog deze. Ja, klaar. Daar moeten we het mee doen. En ik kan hier ook niet langs. Of jawel, jawel. Juist als je hier langs bent, dan kom je in die area. Let maar op. Want nu kan ik niet meer terugklimmen. Checkpoint. Ja, het is gebeurd. Maar volgens mij weet hij ook gewoon precies waar ik ben, want al die dingen die staan hier, in dat soort kluizen kan hij terugspawnen, zeg maar. Hoor hem nou! Holy shit. Ik moet echt ASAP bepaalde dingen gewoon onschadelijk maken. Want als ik straks in een achtervolging beland... En zeg maar, stel ik kom in die achtervolging en ik moet door dat zoutvuur heen rennen. Nou, neer. Kijk, hier ligt dus 1000. Ik heb die key laten vallen net. Waar precies, weet ik niet. Dit zijn parts. Zeg maar de bovenverdieping net, dat was de badkamer daar. Daar lag een lijk, die zat vast in een trap. Hier moet... Ja, zie je? Ik wil net zeggen, de sleutel ergens liggen. Goed rondkijken, want ik zie overal kluizen. Hij kan in elke kluis kan hij terugspawnen, hè. Ja. Hier, shotgun. 3 kogels voor die. Eentje voor die. En ijs voor die. Bah! Nice. Ik blijf stealth hoor, want ja, checkpoint. Ik... Kidman, are you in there? Want ik ben nou benieuwd of je tegen die gast per definitie moet vechten, of dat je er ook zoals ik nu deed hem heel erg goed kan ontlopen. Dan heb je ook namelijk een type horror, type outlast horror. Waar je hem gewoon kan ontwijken, maar je niet per definitie die... dat gevecht aan moet, zeg maar.
zien, want ik kom weer bij een binnenverdieping. Die gast zal hier ook wel zijn. Waarom is hij hier? Waarom loopt hij door die hotelgangen heen? Dat maakt het zo naar. Supermag, dit is voor mijn Magnum. Dat betekent dat ik tegen hem moet gaan vechten, let maar op. No, no, not that way, no. Haven't you figured it out yet? Oh, he loves tormenting others. Has to let them know he has the upper hand. Lays out the bait, gets his victim all worked up. His unholy traps. When it was happening to me, I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth, and he knew it. Detective Castellanos. Lady, level with me. Am I going crazy? If one wishes to survive, one would do well to consider who they trust. Als op het einde hier enemies komen in dit stukje level, dan word ik gek. Wie is missing? Joseph? Hoe dan? Ik ben een beetje de kluts kwijt, merk ik. Ja, ja, leuk. Leuk voor de Magnum dat hij zoveel kogels heeft opeens. Oh man. Ja, het zal wel. Ik ga ook gewoon even upgraden. Alsnog weer de chapter. Of de, tenminste deze dimensie uit. Zodat ik gewoon weer in chapter 13 ben. Hopelijk kan ik even naar Kidman dan toe. En anders sluit ik de part af ergens daar al in het midden van die chapter. We gaan het zien. Dit is de Magnum. Kan ik de damage multiplier omhoog gooien? Maar ja, is meteen weer allemaal punten op. Een normale pistool staat al vrij hoog. Critical hangt ook al vrij hoog, zoals je ziet. Shotgun, vrij hoog. Critical, vrij hoog. Dus de shotguns zijn echt overpowered. Dan is dit hoeveel ik bij me kan dragen van die dingen. Ja, het is een beetje lastig, verdorie. Dit doe ik wel. Wat zijn dit mijn upgrades van nu? Ik heb zeg maar de sterkte van Freeze Bolt en Explosive Bolt omhoog gegooid. Precies de bolts die ik ook heb aangemaakt om bijvoorbeeld zo'n gast te bevechten voor zometeen. We gaan het zien jongens, we gaan het zien. Het zal allemaal wel. Kutspel. Ik weet nog niet of ik echt deze kant al op moet willen. Ik moet wel, ik heb niet eens een keus, zo bedoel ik het niet. Ja, daar, kijk, daar komt hij. Ik kom in combat daar. We gaan het zien jongens, we gaan het zien of het chapter ending is.
vind wel echt veel van al die spulletjes. Ik zet deze meteen uit, want het is natuurlijk totaal niet stelt. Ik hou natuurlijk mijn zicht wel op ze. Oké. Een explosieve outro. Fuck this game. Oh jezus, ik heb laatst een horror game gezien bij andere YouTubers, op een ander kanaal. Volgens mij had Dennis het ook gedaan, weet je wel, nu op zijn Engelse kanaal, Menace. Home Sweet Home heet die game. Vietnamese horror game. Vietnamese, Thais, nevermind. En dat lijkt zo erg op deze stijl waar ik me nu bevind. Oh shit, hier liggen ook allemaal goede spullen, zie je dat? Je ziet gewoon aan de hele sfeer hier. Dat die gast hier ergens is, of in ieder geval heel vaak is geweest. Fuck die guy. Ik wilde het nog disarmen, maar ik was te laat. Toch merk ik aan mezelf, ik ben nog steeds aan het spelen. Ik zou al lang de outro van deze part doen. Wat ben ik nou aan het doen? Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze episode. 21 was het. Chapter 13. Ongeluksgetal. En ik merk ook wel wat voor type ongeluk. Want ik haat dit type horror. Ik kan vrijwel niets. Kijk maar, hij kan elk moment komen hier. Waarom bereidt de gamer qua gel zo erg voor op een gevecht? Oh, het voelt ook zo niet stelt om alles maar steeds kapot te rammen. Joseph? Dit is geen Joseph! Dit is geen Joseph! Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering van The Evil Within op mijn channel, guys. Peace. Darkness twisted.